Ik ging het leger in, mijn jongste broertje kwam in een pleeggezin. Wij tweeën waren dik, als je ons kon breken waren we twiks. De broer naast zat in een vrede klik. De orde van de draak heette zijn zin. En mijn andere broers waren ineens rich. Eentje had een brede winkel. De oudste broer waarmee hij samenwerkte had veel aan delen in chips. Apparaten die de ene had in bezit, voor retail gebracht tot aan zijn tegel binnen. Diegene had 2,5 miljoen. Ik werd generaal om in het land vrede te stichten. Mijn broertje die naar me opkeek, heeft de spirit, geef ding aan mijn 2 sticks. Een jaar later en die een in de gang was heavy in de late night crips in Los Angeles. Nu lappies naast phone naast verkocht en verbeterde zijn verbinding tot de hele kring. Ik was eindelijk also van een hete missie, kon eindelijk mijn zoon weer feesten voor het eerst. Kocht een crossmotor voor hem en hij reist in de city heen en weer met vele trips. Broertje werd ouder, las neonazi strips en had het niet op diegene die geen Nederlander is. Vreemdeling, hij ging op boksen en won als tweede, liep tato zetten helemaal onderin. Trouwde met hevige chick, zijn hakenkruis liet zien, hij was een racist, omdat ik de oorlog uitvocht tegen de geallieerden. In zekere zin, ik was zo verslag van dit dat ik geholpen werd om cocaïne te produceren onder een eenmansbewind. Ik handelde in alles, werd even riks als mijn oudste broer die het hielp legaliseren, het mede financierde. Hij raakte uit evenwicht en werd gespreid op zijn beelders met graffiti die veel pieps beledigen ging. Zijn aandeel bracht iets nieuws tegen het licht. Zijn drukste tiks hadden hem in zijn grip, geestvergiftigd. Net als ik had inmiddels een grote wietplantage verspreid over de hele wereld. Zo vreselijk pik, de een in de klik, zijn crew werd lichter en werden sommigen geëlimineerd. Zelfs vergevingsgezind, nog steeds verminkt, gesneden vingers, ontbrekende limbs, allemaal met een chainsaw verricht. Die ene met de winkel bracht nu 2 C's voor leuke prijzen tussen haar tijd regering. Zo konden ze samen het nemen voor risks als een keer een overval door meeste oplichters. Samen gecombineerd maakten ze zelf met miljonairs, creëerden wapens, reputatie van killers. Op een dag kreeg ze een missie, was nog vreder en sicker. Ze kocht de spelers om in UEFA, de spits. Ze liepen iedereen omver, wie tegen ze waren, shit. De oudste bro vuurde AK's op civilians. En ik vuurde met hem mee. Ze kwamen om de drugsgebied met helikopter te controleren. We namen hoge politieke leiders gegijzeld, eisten dat ze zich moeten omkeren, anders bleek verkeerd ging. Mijn nietswetende gezin tekende de kinderen, gemeene plek van me als beest afgeschilderd. Ik pakte een schaar en deed voor ze verknip. De handel bleef doorgaan, het leek wel voor eeuwig. De economisch geleerde broezen had me aan een jojo. Ik was een speeltje in een vicieuze cirkel vanwege skills. De jonge broer die tegen me opkeek, dreef in het water en vermist. Hij was van plan over zee om de wereld, maar kwam in een storm met extreme wind terecht als schipsbreukeling dat geen één scheepswerk meer fixt.